ben nog steeds helemaal into de maxi dresses voor de zomer. Dat is ook wel even een goede tip als je nog op zoek bent naar een UV-pakje. Als je nou met het EK helemaal in stijl wil gaan, dan... Jongens, wat leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe video vanuit Maxen Konijnenkamer. Ik moet mijn YouTube kamertje nog een beetje inrichten. Het klonk nog steeds heel hol, dus ik dacht ik ga hier even lekker zitten. We gaan shoppen vandaag. We gaan naar de HEMA. Ik heb namelijk een missie. Ik wil handdoeken scoren voor de nieuwe badkamer. We hebben natuurlijk helemaal gepimpt. Dat heb je misschien wel in mijn vlogs gezien. En ik vind dat die nieuwe badkamer ook een mooie nieuwe handdoek verdient. Dus we gaan even bij de HEMA kijken. Daar hebben ze een mooie aanbieding. 4e gratis. Nog iets anders leuks gespot. En dat is een leuk konijnenspiegeltje van Rotan. Dat leek me dan wel heel erg leuk ook op deze muur. Dus daar gaan we eventjes voor kijken. En... ja, gewoon ook even de nieuwe zomercollectie natuurlijk bekijken. Kijken wat er allemaal weer voor leuks is. Ik neem jullie gezellig weer mee. Daar zijn we dan hoor, in een heerlijk zonnige Herenstraat. De HEMA. Oeh, ze hebben hier ook een hele grote make-up afdeling. Ik kom natuurlijk normaal heel vaak in de HEMA van Paddenpoel. Maar die is toch wel een stukje kleiner. Deze in de stad is echt mega groot. Een van de grootste HEMA's van Nederland geloof ik ook. Dit lijkt me dus wel een super fijne badjas voor de zomer. Ik heb een beetje zo'n vliesachtige nu, maar die is gewoon heel warm als je die draagt. Het wordt een beetje zweterig. 22 euro. Echt een beetje zo hotel vibes, hè? Hij is ook in het donkerblauw. Groen. Nou, ik vind het wel chic. Nou, als je nou met het EK helemaal in stijl wil gaan, dan heb ik hier een leuke ondergoedtip. Echt knal oranje. Stringetjes. Even de fashion natuurlijk. Ik vond dit wel een leuk rokje. Zo'n roeseltje. Leuk bij cowboylaarsjes. Met een wit shirtje erbij bijvoorbeeld. Hij is ook lekker luchtig. 22 euro. Nou, en die zijn iets langer. Die zijn ook leuk. Allerlei kleurtjes. Oeh, deze. Het is een beetje paarsig erin. Ja. Ik ben nog steeds helemaal into de maxi dresses voor de zomer. En ze hebben hier wel hele leuke, moet ik zeggen. Deze is 30 euro. Het zijn diezelfde kleurtjes. Oh nee, dit is weer een korte. Maar het is wel heel leuk. Het is allemaal weer net ietsjes. Het is net een iets ander model. Zonder knoopjes. Ook 30 euro. Zo lekker altijd voor de zomer. Nou, de babycollectie van de HEMA is eigenlijk altijd super leuk. Ik hoef hier natuurlijk zelf al lang niet meer te kijken. Maar ik zal je toch even een paar dingetjes laten zien, zoals dit. Zo schattig. 10 euro. Voor de grotere kinderen vind ik het eigenlijk altijd een beetje tegenvallen. Heel vaak heel basic, gewoon polootjes, shirtjes, maar... nooit echt iets heel bijzonders of zo. Ik zie nu ook niet echt iets waarvan ik denk, dit moet ik hebben of zo. Oeh, allemaal swimwear in de sale. Echt kleine prijsjes, 3 euro. En ik zag hier eentje die ik wel leuk vond. Kijk, deze. Het rood-wit streepje. Ook wel een leuke top vind ik dit. Alleen hier zag ik dan weer geen prijs op staan. Hij heeft een gewoon broekje, wat op zich ook wel fijn is. Want je ziet tegenwoordig echt heel veel van die hele mini broekjes. Dat vind ik dan ook weer niet zo. Ja, het is een M. Ik denk dat die voor mij net wat te groot is. Of deze. Ook een grappig stofje. Een beetje van dat krinkel. Vroeger was dat ook. Had je daar van die badpakken van. Ja. Leuk. Het is ook wel even een goede tip als je nog op zoek bent naar een UV-pakje. Deze zijn nu 5 euro. Dat is hartstikke leuk. Bloemetjes. En je hebt ook deze ankertjes. Ook 5 euro. Ze zijn wel allemaal kleintjes. Dus ik denk tot... ja. Ik weet echt niet tot welke maat het gaat. Oh ja, het is echt voor babytjes tot 12 maanden. Nou, deze zijn ook echt mega afgeprijsd. Korte broekjes, ook voor een babytje, 3 euro nu. Hier is nog echt wel een heel rekje met allemaal sale. Dus ik ga ook eens even kijken of hier nog iets voor de jongens tussen zit. Zo'n joggingbroek, altijd wel chill natuurlijk. Deze is ook leuk, €5, maar ook een klein maatje, leuk kleurtje. Nou, deze vind ik nog wel grappig voor de oudere jongens, ook €3. Maar ik weet niet of ik hem leuk genoeg vind om echt mee te nemen. Ik zag ook nog een andere met stipjes. Dat is deze. Ook €3. Nou, we hebben natuurlijk de hele badkamer verbouwd. Dus ik ben nu even op zoek naar mooie nieuwe handdoeken. Maakt het natuurlijk wel helemaal af. En ze hebben nu een aanbieding hier. 3+1 gratis. Even te kijken welke kleur leuk is. Deze. Deze is €10. Nou, of misschien gewoon grijs of iets met blauw. Dit ook wel echt een super mooie kleur. Het is een beetje ijsblauw. Ik vind die banen ook leuk. Alleen dan steekt het niet echt af bij de muur. Dus misschien is het eigenlijk leuker om of grijs te nemen of een beetje zo'n bruinachtige tint. Lastig. Wel leuke decoratiedingetjes voor de kinderkamer. En ik zag dit kleedje met pompons. €25. En daar is het konijnenspiegeltje. Hij is wel echt veel kleiner dan ik had verwacht. Maar toch wel heel schattig. Ik neem hem wel mee. Leuke kussens. Mooie vaas. Keramiek. Hij is er ook nog in het klein. Deze is €9. De grote €15. Hoe mooi hè, met die ronde vormen. Nou, kijk eens wat leuk ook zo. Echt een hele mooie zomerse tafel zo. Dat tafelkleed. Heel mooi. Oeh, dit is ook handig. Voor de tuin of dakterras. Een plantenrekje. Heb je die potjes meteen leuk staan. Ja. En deze HEMA heeft dus boven nog een hele grote salemarkt. Dus hier moet ik ook nog eventjes goed gaan speuren. Ik was het eigenlijk alweer helemaal vergeten. Echt mega gevuld. Het is toch ook geweldig. Zo'n corduroy zacht broekje. Met een wijde pijp. Voor een klein meisje. €10 en is nu 30% korting. Echt te leuk. En ik zag hier ook nog iets wat ik leuk vond. Heel lekker zacht stofje. Er zijn hier ook nog dekbedovertrekken in de aanbieding. En dit is van dat katoensatijn. Hotel staat erop. En deze is wel heel mooi voor onze nieuwe slaapkamer, denk ik. Dit is echt heel zacht. Oeh, deze wil ik eigenlijk wel. Volop zonnehoedjes. Voor hele kleine prijsjes, €1. Dus als je nog op zoek bent naar zoiets, is ook wel leuk. Alles €1. Dat is wel echt handig. Oh, die grotere die zijn €5. Ook wel leuke strandlakens hier. €10, 90 bij 180. Dus dit is wel een grote. Nou, ik vind hem wel lekker fris kleurtje. En deze zijn voor kinderen. Ook wel leuk. Leuke kleuren. €8. Deze is wel iets kleiner. Slippertjes. Oeh, die zijn eigenlijk ook wel leuk. €7. En deze zelfs maar €1. Jeetje. Oh ja, deze slippers zijn allemaal €1. Met goud. Vind ik ook altijd wel leuk. Oh, mijn oog viel nog even hierop. Nightwear. Wel mooi hè. Gouden randje. Hij voelt ook heel fijn. Ik vind hem leuk. €20. Ik ben dus nog wel op zoek naar een badjas voor Siem. Maar dit zijn allemaal kleintjes. Wel heel cute ook, dat mutsje. Deze is wel met korting dus ook. En dan heb je die €10. Nou, die vind ik niet zo leuk. Wel die voor meisjes is leuk. Nou, ik heb geen idee of Siem zijn slippers nog past. Dus ik ga deze eventjes meenemen voor €1. Leuk met die ijsjes. Ik vind het wel vrolijk. Oh, kijk eens, een gouden krat. En dan kan je dus ook nog met letters die je erbij kan kopen, kan je je eigen tekstje opzetten. is wel echt heel grappig. Deze is ook nog in de aanbieding. Kleintje, €3. En de grote zijn €8,50. Nou, wel echt een grappig idee. Voor de kinderkamer bijvoorbeeld. Ik heb dus ook echt een zwak voor dit soort kinderkoffertjes. Ik vind deze ook weer zo leuk. Even kijken hoor. Nou ja, dit ga je natuurlijk niet iedere keer kopen. Wij hebben gewoon twee leuke. Volgens mij, oh, €45. Nou, dat is nog wel een pittige prijs, maar hij is wel tof. Ik was al onderweg naar buiten, maar ik zag nog even deze. Heel schattig. Een gouden beer. Leuk voor op de kinderkamer of eigenlijk ja, een soort briefstandaardje of zo. Leuk. Deze vind ik trouwens ook wel vrolijk. Er zie ik geen prijsje op staan. Jawel, een hele tas vol van HEMA. Ja, ik ben wel goed geslaagd. Ik heb, ja, even over de handdoeken. Ik was dus de hele tijd aan het twijfelen welke kleur ik nou zou nemen. En toen dacht ik, nou, ik ga voor die blauwe. En ik wilde er graag 8. En het was natuurlijk 4e gratis. Dus er waren nog maar 7. En toen moest ik even één andere kleur dan meenemen. En die kon ik dan eventueel nog gaan ruilen, zeg maar, in de Paddenpoel HEMA. Nou, en toen heb ik dus één meegenomen van de andere tint waar ik over twijfelde. Dat was dus deze zand. Nou, en je raadt al, ik ging hier thuis kijken in de badkamer. Het vond ik deze dus duidelijk mooier. Gewoon, stond gewoon veel rustiger bij de muur. Ik vind deze nog steeds wel heel mooi. Maar ik denk dan meer als je gewoon een hele witte badkamer hebt. Maar wij hebben echt al eigenlijk dat visgraat motief. En dan hebben we zandtegels. En we hebben nog grijs. Dus het wordt gewoon met die streep dan een beetje net ietsjes te. En deze stond er gewoon heel mooi rustig bij. Dus ik ga weer terug naar HEMA. Ik ga 7 terugbrengen. En dan ga ik er dus 7 van deze bij halen. Maar wel heel blij mee. Deze waren dus een tientje. En het is echt een hele luxe, lekkere handdoek. Echt een beetje hotelkwaliteit. Heel fijn. Hij is 70 bij 1,40. Dus ook echt lekker groot. Nou, helemaal leuk. Dus die, dat is geslaagd. En het konijnenspiegeltje was er dus ook. Wel echt veel kleiner dan ik had verwacht. Hij is echt, nou ja, in totaal, er stond ook volgens mij wel online 15 centimeter. Want ik had hem online al gespot. Alleen ik dacht dan zelf dus dat de spiegeltje 15 centimeter zou zijn. Maar hij is in totaal 15 centimeter. Maar goed, alsnog wel heel schattig. Kijk, ik denk dat het gewoon wel heel erg leuk staat. Zeker als je dat combineert dan bijvoorbeeld met nog een leuke lamp of zo aan de muur. Of nog een ander spiegeltje of zo. Je kan natuurlijk een beetje zo'n groepje maken. Dus nou, staat wel heel erg leuk op deze kamer. Deze was volgens mij €12. En dan heb ik nog één dingetje voor Siem meegenomen. €1 waren ze maar. Dus dat is natuurlijk ook top. Helemaal leuk voor de vakantie. Dus ja, leuke dingen weer gevonden bij de HEMA. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En doe vooral een duimpje omhoog. Abonneer. En je kan me ook volgen op Instagram. @elmavk. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Dan ben ik er donderdag weer met een nieuwe vlog. En volgende week weer met een shopvlog. Tot dan. Doeg!